op het einde van een redelijk intensieve trainingsweek. U13 tot en met U18, dus eigenlijk 5 teams die we voorbereiden op de competitie start in het weekend van 17 augustus. Proberen we af te sluiten op een wat bijzondere manier. In een wat we noemen gemengde 4-tegen-4 toernooivorm. Waar het eigenlijk om gaat is dat we een wedstrijdje laten bestaan uit 5 blokjes. In het eerste blokje spelen de jongsten tegen elkaar, dat zijn de jongens U13. Daarna komen de jongens U14 tegen elkaar in het veld. Het derde blokje spelen de jongens U15. Het vierde blokje spelen de jongens U16. En het laatste blokje spelen de jongens U18. Maar het bijzondere van deze oefening is dat we jongens U13 tot en met jongens U18 koppelen aan elkaar binnen hetzelfde team. Ja, dat is iets dat je natuurlijk nooit gaat zien in een competitieweekend. Want dan spelen jongens op geboortejaar tegen elkaar. En je gaat zien, de wedstrijd begint met de jongens U13. Jongens U18 krijgen een coachende rol in dat eerste blokje. En wanneer de jongens U13 eruit komen, vragen we van hen hetzelfde. Dus als alles goed gaat, en daar ben ik van overtuigd, krijg je heel veel beleving op het veld. En ga je zelfs hele fijne strijd zien tussen de trainers onderling naast het veld.